De jaarlijkse taktangi van de organisatie voor gemeenschapswerk, NACS, is gisteren voor de 20e keer georganiseerd. Het Fort Zeelandia complex was tot de laatste plek gevuld met Surinamers die nagenoeg allen cultureel en fleurig gekleed waren. Allereerst wordt er een bede gebracht aan de Grandmama, voordat de culturele activiteiten aanvangen. Sigmund Staphorst, voorzitter van NACS, zegt dat de afgelopen 20 jaren niet mogelijk waren zonder de eerste stap van Elfriede Barendijksteel. Zij heeft de culturele denkwijze hoog gehouden binnen NACS en dat kunnen wij nooit vergeten, zei de NACS-voorzitter. Voordat hij de alle jaren bij Abba Taktangi, 1 juli Taktangi, Dengraman, volgens mij Dengraman was al geschreven, maar dit is zeker dat Elfriede schreef in Lukoe. Sherida Mormon, organisator van Creole Wiki, zegt dat de jongeren van NACS, geïnspireerd door de Creole Mama, dit hebben bedacht. Volgens haar is de mama zorgzaam, opvoedend, rustgevend en zorgt voor saamhorigheid. Een Creole mama is een sterke vrouw die haar persoonlijkheid en eigen waarde kende. Vandaar die inspiratie om deze week naar de Creole mama te noemen, zegt Mormon verder. Precies kunnen zien als inspiratie en rolmodel voor generaties hierna. Nog geïnspireerd door deze gedachtegang, zouden wij ook, zoals velen van ons dat al doen, moeten kijken en leren van de overlevingskracht van de tot slaaf gemaakte tijdens de slavernij en direct daarna. Hun capaciteit om het hoofd te bieden aan die drastische veranderde omgeving is niet mals. Laten we niet alleen die focus hebben op die katiboom. Dat is willen wat we hier naar willen gaan. Wat kunnen we leren? Wat moeten we meenemen in het dagelijks leven? Hoe moeten we onze kinderen opvoeden? Wat moeten we ook loslaten? In geval van slavernij, overal wordt dat gezegd, is het een mensheid die in generaties van 300 jaar collectief en systematisch geestelijk en lichamelijk kapot is gemaakt door vernedering, marteling en uitbreiding. Waarbij zelfs zielsverwonding plaatsvond. Sherida Mormon, organisator van de Creole Wiki. Zij sprak gisteren tijdens de Grand Taktangi van de gemeenschapsorganisatie NACS. Dit is de 20e keer dat deze Taktangi is georganiseerd en wel in het Fort Zeelandia.